Lieve mensen, een hele goede dag en wat leuk dat je kijkt naar de stream ter lancering van Chris Classics. Mijn naam is Christian Kuivenhoven, ik ben pianist en presentator. En met Chris Classics lanceer ik mijn eigen platform op www.chrisclassics.nl. Daarop kun je vanaf nu al mijn content vinden. Podcasts, vlogs, concertopnames hier vanuit mijn huis in Haarlem. En artikelen over klassieke muziek. Want dat is wat ik met je wil delen. Mijn passie voor die waanzinnige muziek die iedere keer dag na dag weer blijft verbazen. Hoe vaak je er ook mee bezig bent, hoe diep je er ook in duikt. Eigenlijk wordt het dan alleen maar interessanter. Ik hoop het toegankelijk voor je te maken. Ik hoop het verdiepend voor je te kunnen maken op Chris Classics door podcasts te produceren en artikelen dus te schrijven of video's voor je te maken. Je kunt mij ondersteunen, het platform en natuurlijk mij, zodat ik het kan gaan blijven maken. Want het is super arbeidsintensief. En daarom kan je vriend, fan of topfan worden. Je betaalt een bedrag per jaar als een soort abonnee. En daarvoor krijg je premium content, e-mails met persoonlijke verhalen van mij. En dingen die andere mensen niet te zien krijgen. Dus kijk even op chrisclassics.nl hoe je abonnee kan worden. Er staat een hele duidelijke button. Volg dat. En als je er vragen over hebt, dan kun je me natuurlijk bereiken via christian@chrisclassics.nl. Dat gezegd hebbende, ga ik in deze stream voor je spelen. Een componist waar ik de laatste tijd ontzettend veel mee bezig ben geweest. En waarin je in aanloop naar de platform Chris Classics, waarover je al een podcast hebt kunnen beluisteren. Felix Mendelssohn, geboren in 1809. Een wonderkind, een zeer begenadigd pianist, een waanzinnig belangrijke dirigent uiteindelijk ook in zijn leven. Hij heeft er mede voor gezorgd dat wij nu een enorme Matthäus Passion traditie hebben. In 1829 was hij het die het stuk onder het stof vandaan haalde. Maar hij heeft natuurlijk zelf ook een geweldig oeuvre geschreven. Als je die podcast nog niet hebt gehoord, Mendelssohn's mooiste, nou, die vind je natuurlijk terug op chrisclassics.nl. En daarin heb ik het onder andere over de Lieder ohne Worte. Het verhaal daarachter kun je dus in die podcast horen. Ik ga ze nu spelen voor je. Opus 19, het eerste setje Lieder ohne Worte. En het virtuose en spectaculaire Rondo Capriccioso. Veel plezier met deze muziek en word vriend, fan of topfan op Chris Classics. Dank je wel alvast. Thank you.
Thank you.
Dankjewel voor het kijken naar deze openingsstream van Chris Classics. De lancering van www.chrisclassics.nl is bij deze een feit. Ik hoop dat je van de muziek hebt genoten. Ik hoop dat je van de content gaat genieten die ik op mijn platform publiceer. Schrijf je in op de gratis mailinglijst om op de hoogte gehouden te worden. Of word zelfs vriend, fan of topfan. Daarmee ondersteun je mijn platform, ondersteun je mij als contentmaker. Maar daar doe ik natuurlijk ook iets voor terug. Namelijk je speciale e-mail sturen, speciale content voor je achter slot en grendel op de website publiceren. Waar alleen jij als premium fan bij kan. Veel plezier op de site. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen? E-mail me vooral via christian@chrisclassics.nl. Want het is allemaal nog een beetje nieuw. Dus wellicht dat er iets niet werkt of dat je ergens niet uitkomt. Laat het gewoon weten. Of contact me via mijn social media. Voor nu, dankjewel voor het kijken nogmaals. En veel plezier op Chris Classics.